Het ministerie van Defensie heeft vanmorgen aan 57 geslaagden een certificaat uitgereikt voor deelname aan de sergeant-majoor cursus. Klas 2301 onder officiervorming en klas 2302 exercitie-instructeur cursus. De functie van sergeant-majoor zal door 37 cursisten worden bekleed, terwijl 13 onderofficieren worden. 7 brandweerlieden hebben de exercitie-instructeurscursus met goed gevolg afgerond. Minister Krishna Kumari Mathura meent dat met de afronding van deze 3 opleidingen er weer een stap vooruit is gemaakt en een mooie mijlpaal is bereikt. Ik wil alvast beginnen met jullie allemaal te feliciteren met het behaalde resultaat. En heel veel succes toewensen in welke functie jullie ook dienen. Die functie is belangrijk. Die functie is onderdeel van onze defensieorganisatie, van onze overheidsorganisatie. En om een functie te vervullen hebt u competenties nodig. U heeft kennis nodig, u heeft vaardigheden nodig. En u heeft de juiste attitude nodig. Uw houding is heel belangrijk. En uw houding is het meest belangrijke. Want dat bepaalt of u iets wel doet of u iets niet doet. Het is uw houding dat gemaakt heeft dat u vandaag deze opleiding heeft afgerond. Ja? En dat is een compliment waard. Justus Hewaki, commandant van het Instituut voor Defensieopleiding IDO, geeft aan dat de geslaagden van de sergeant-majoor en de onderofficierenopleidingen ondersteuning kunnen bieden aan het commandant, aan jongere onderofficieren, tot zelfs het begeleiden van officieren. Zo is een opleiding opgezet waarbij wij ook naar de KMS zijn geweest om dit voor ons te beoordelen. Want je weet, je kunt iets nieuws maken, maar het moet ergens getoetst worden. En daar hebben we dus de mensen van de KMS bereid gevonden om dat te toetsen. En het bericht kwam, jullie mogen nu starten met de opleiding, want het is goed. Maar een opleiding is pas goed als u in de praktijk die resultaten hebt bereikt die wij beoogd hebben binnen IDO. Dus we kijken en we volgen u. Zet u alles wat u in de bank hebt gehad in de praktijk. Ik weet dat er issues zijn, maar de minister heeft heel veel oplossingen daarvoor, dus maak u niet druk. Het komt goed. Ook succes met uw verdere carrière. De IDO zal de defensieorganisatie door blijven opleiden zoals is gevraagd en zorgen dat elke militair die daarvoor in aanmerking komt gebruik maakt van de gelegenheid zich verder te scholen, verzekert Hewaki.